In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Daphne. Zij heeft endometriose. Moe of lui? Moe. De pil of een spiraal? De pil. Wel of geen operatie? Wel een operatie. Afwachten of actie ondernemen? Actie ondernemen. En wel of geen kinderwens? Wel een kinderwens. Wat is endometriose? Endometriose is een chronische ziekte dat zich in de buik plaatsvindt. Alleen vrouwen kunnen het hebben. Normaal heeft een vrouw in haar baarmoeder baarmoederslijmvlies. En dat stoot je dan af als je ongesteld wordt, zomaar zeggen, als je eitje niet is bevrucht. Ja. En endometriose lijkt daar heel erg op. Dat is het niet. Het is een soort weefsel wat in je buikholte verzamelt op plekken. En dan heb je verschillende gradaties. Je hebt graad 1 en 2 en dat wordt aan elkaar gekoppeld omdat dat echt alleen in de buikholte zit. En dan heb je graad 3 en 4 en dat is echt in de buikholte, maar dan gaat het ook op organen, in organen. En dan krijg je kiestes op je eierstokken en dat is dan weer iets erger. Maar de gradaties vertellen niet hoeveel pijn een vrouw heeft. Iemand met graad 1 kan meer pijn ervaren dan iemand met graad 4. En welke gradatie heb jij? Ik heb gradatie 4. Maar wat voel je daar dan van? Je kan het vergelijken met een hele heftige ongesteldheid. Alleen dan, ja, eigenlijk 10 keer zo erg. Normale vrouwen worden ongesteld. Nou ja, die hebben pijn. Ik lag alleen maar in een foetushouding met een kruik op mijn buik. En dat je bijna flauw viel, omdat je gewoon duizelig werd van de pijn. Hoeveel mensen hebben dit? Ze zeggen 1 op de 10. Maar er zijn zoveel vrouwen die het hebben, die het of niet weten of gewoon niet goed worden onderzocht. Dus daar zijn de cijfers ook niet van bekend. Dus het zou ook heel goed kunnen dat het 1 op de 5 is. Maar dat is echt al lijp veel, 1 op de 10. Ja, en er is ook heel weinig over bekend. Met welke klachten besloot je naar de dokter te gaan? Nou, dat is echt way back. Ik was 15. Ik leefde met 3 zussen en een moeder in huis. Die hadden niet zo heel veel pijn als dat ik had. En ik had echt extreem veel bloedverlies, heel veel pijn. En mijn moeder dacht ook van, ja, dit is niet oké. En toen zijn we naar de dokter geweest en die heeft me eigenlijk gewoon aan de pil gezet van, pijn hoort erbij. Bij vrouw zijn, weet je, dat heeft elke vrouw pijn met ongesteld zijn. En toen werd het eigenlijk wel minder. Op een gegeven moment op mijn 19e kreeg ik enorm veel steken in mijn zij. Darmonderzoeken gehad, allemaal niks aan de hand, zat tussen mijn oren. Zeiden ze dat? Ja, dat zeiden ze echt. En toen op mijn 24e kreeg ik ook weer heel veel last. Toen kreeg ik op een gegeven moment last met mijn partner. Tijdens het vrije, denk je van, dat is ook niet goed. Nou, toen bleek ik het HPV-virus te hebben, pap 2. Toen dacht ik, nou oké, dan zal dat het wel zijn. Ja, op een gegeven moment word wat ouder, je wil aan een kindje beginnen, dus we stopten met de pil. En toen begon eigenlijk alle ellende. Toen heb ik heel veel gynaecologische afspraken gehad. Toen werd ook altijd gezegd van, joh, het zit tussen je oren en het zal wel een traumatische vaginale ervaring zijn gehad, die je hebt gehad, dat je daarom zoveel pijn hebt. Jij hebt gewoon tering veel pijn. Wat gebeurt er dan op zo'n moment in jouw hoofd dat wanneer andere mensen zeggen van het is er niet of het bestaat niet of het zit tussen je oren? Het wordt zo erg dat je gaat twijfelen aan je eigen lichaam. Want je denkt van ja, een dokter moet dat weten. Kijk, ik ben geen dokter. Ik heb daar niet voor gestudeerd. Op een gegeven moment wordt er dan ook door een dokter gezegd van joh, misschien leidt je aan dat je een hypochonder bent. Dus dat je alles wat je googelt, dat je dat hebt. Als ik op Google lees dat ik, weet ik veel, een tumor in mijn hoofd heb ik dat maar of zo, weet je. Dat was helemaal niet het geval. Maar ja, ik wist het ook niet meer. Niemand die je helpt. In de medische wereld. Toen je aan het begin dus de pil kreeg, toen hielp het wel. Want waarom zou de pil dan werken? Nou, de pil onderdrukt de endo. Het stopt het niet, het haalt het niet weg. Maar het remt het wel af, omdat je dus hormonen slikt. Daardoor heb ik dus best wel een lange periode er eigenlijk niet zoveel last van gehad. Wat zijn een beetje de klachten die erbij horen? Nou, het begon met de menstruatiepijnen die ik had. Chronische vermoeidheid. Ik sliep soms tot 6 uur en iedereen dacht maar dat ik lui was. Ik wil wakker worden, ik wil vroeg opstaan, maar dat lukt gewoon niet. Op een gegeven moment kwamen dus de buikklachten erbij, de darmklachten, de steken in mijn zij, mijn eierstokklachten. Toen nog verder kwam dus de pijn bij de seks. Een paar maanden voordat ik mijn diagnose kreeg, toen kreeg ik aanvallen. De pijn was toen echt wel heel heftig. Ik had zware obstipatie, dat is ook een symptoom, dat je gewoon niet naar de wc kan. En mijn maag deed pijn, mijn nieren deden pijn, mijn blaas deed pijn. Ik had heel vaak een blaasontsteking. En zodoende ben ik maar weer naar de dokter gegaan. Ja, toen waren zeg maar je kwalen waren zo erg dat je er bijna niet meer omheen kon dat het niet maar aanstellen was. Volgens de dokter was er nog steeds niks aan de hand. Zelfs toen niet? Zelfs toen niet. Maar hoeveel doktoren heb jij gezien, denk je? Bizar veel. Hoeveel? Ik weet het echt niet. Ik denk niet op 2 handen te tellen, dat sowieso niet. Ik denk echt wel dat ik 15 gynaecologen heb gezien inmiddels. Misschien wel meer.
En wanneer kwam dat keerpunt dat doktoren je serieus gingen nemen, je klachten? Ik ben op een gegeven moment, toen ik die klachten had, dat was 2 keer per week dat ik zo'n aanval kreeg. En toen dacht ik, oké, nu ben ik er klaar mee. Dit is gewoon niet goed. Nou ja, ik dacht op een gegeven moment, er is echt iets heel ergs aan de hand. Hoe kan ik anders zo reageren? Dit kon niet meer tussen mijn oren zitten. En toen ben ik naar de dokter gegaan. En toen heb ik gezegd, ik wil nu dat jullie gaan kijken in mijn buik wat het is. Want dit kan niet langer. En toen heb ik een buikecho gekregen. En toen zagen ze de kiezen van 11 centimeter op mijn eierstok. En toen was er eigenlijk nog steeds geen sprake van endometriose. Toen was het van, oké, ja, die kiezen moeten we weghalen. En toen, thank God, was er een gynaecoloog die mij zou opereren. En die zei, ik wil toch nog even dat je langskomt. Ik wil je toch nog even onderzoeken voordat ik je ga opereren. Want ik vermoed endometriose. En dat was de eerste keer dat hij dat zei? Ja, na 11 jaar. En toen ben ik doorgestuurd naar endometriose in balans. Die gespecialiseerd zijn in endometriose. En daar had ik dan mijn eerste afspraak. Maar dat was een maand wachttijd. Nou ja, de eerste afspraak bij de gynaecoloog bij endometriose in balans, dat was een verrijking van mijn leven. Ze deed een inwendige echo. En het eerste wat ze zei was, jij moet echt heel veel pijn hebben. En toen ben ik gaan huilen. Niet eens omdat ik de diagnose kreeg, maar puur dat eindelijk iemand zag dat ik niet loog. Of dat het niet tussen mijn oren zat. Ja, wat was dat voor gevoel? Ja, bizar. Echt wel een opluchting hoor. Alsof er 11 jaar last van je schouder voor het zo afvalt. En toen kwam het volgende. Het was de ergste graad. En het was een hele agressieve vorm. Tenminste, voor de eerste keer dat ze zag, zaten mijn eierstokken verkleefd. Achter mijn baarmoeder. Dus normaal staan ze zo naast je baarmoeder. Ja. En bij mij zaten ze achterlangs verkleefd. En wat stelden ze toen bij jou voor? Ja, een operatie. Dus ook met de darmchirurg, neuroloog. En het zou best wel een heftige operatie worden. En gaat dan een MRI, zodat ze het misschien iets beter in beeld kunnen brengen. Nou ja, toen zagen ze dat het op 2 plekken op mijn darm zat. En dat het gewoon door heel mijn buik zat. Ik stond op de spoedlijst, want ik moest best wel snel geopereerd worden. Maar ja, door corona lag alles natuurlijk even anders. En toen klapte de kiste. Echt? Ja. Ze zeiden dat er een auto-ongeluk voor nodig was, maar ik zat gewoon op de bank. En hoe ging dit dan? Het leek echt alsof er iets gewoon van binnen kapot ging. Het deed gewoon heel veel pijn. En toen heb ik gebeld, toen ben ik naar de eerste hulp gegaan. Het zei ze, ja, maar we kunnen nu niks voor je, want je staat op de spoedlijst. En je moet door gespecialiseerden worden geopereerd, dus wij kunnen niks voor je betekenen. En normaal moet je dan echt met spoed geopereerd worden. Toen heb ik nog een week moeten wachten. Oh my god. Wat een horrorverhaal. Maar toen die cyste was geknapt en jij nog een week moest wachten, hoe was dat? Ik kon niks. Ik zat aan de morfinepillen en de tramadol. En ik lag op een bank. En dat was het, wachten tot ik geopereerd werd. En wat hebben ze toen met die operatie gedaan? Tijdens de operatie hebben ze 15 centimeter darm weggehaald. Ze hebben mijn eierstokken losgesneden, dus dat ze weer normaal stonden. Ze hebben mijn kiesten weggehaald. Het bleek ook op mijn blaas en op mijn nierleiders te zitten. Dat zagen ze toen pas? Ja, dat zagen ze toen pas. En dat hebben ze ook weggehaald. Alleen hebben ze niet alles kunnen weghalen. Dus er zitten echt nog wel resten. En daarom moet ik nu ook aan de orgometriel om het rustig te houden, zodat het niet weer verder gaat groeien. En zeg maar, hoe erg kan dit worden? Stel dat het echt super hard gaat groeien. Wat gebeurt er dan? Dat is verrot, want dan gaat het door heel je lichaam en dan kan het uiteindelijk op je hart gaan zitten, op je longen. Het gaat omhoog kruipen. Maar het voordeel is, je kan er niet aan doodgaan. Dat is tegen mij gezegd in het ziekenhuis. Maar dan vraag ik mijzelf af, als het op mijn hart of hersenen gaat zitten, ga ik dat overleven? Dus, maar daar zijn volgens mij ook niet echt antwoorden voor, omdat ze gewoon zo weinig kennis hierover hebben. En heeft het ook eigenlijk invloed op je seksleven? Ja, dat heeft het zeker gehad. Nou ja, voor de operatie heb ik heel veel last ervaren. Het doet gewoon pijn dan. En dat is ook zeker een symptoom wat vaak over het hoofd wordt gezien. Dat doe maar liever niet. Ik heb even geen zin, want ik weet niet. Weet je, het zal misschien wel heel veel pijn gaan doen dit keer. Kun je wel nog kinderen krijgen? Als het goed is wel. Maar dat is natuurlijk altijd de vraag. Dat weet niemand. Dat weet ook iemand die geen endometriose heeft. Weet dat niet. Wat ik wel weet is dat ik minder eitjes heb dan dat ik normaal hoor te hebben op mijn leeftijd. Waarschijnlijk wordt het wel een traject. Ja, de kans is te groot dat het niet goed gaat of dat het een buitenbaarmoederlijke zwangerschap wordt. Dus dan ga je een ICSI-traject in of een IVF. Ah, en ben jij anders over kinderen gaan nadenken wel door dit? Of wel eens gaan twijfelen of je het wil? Nee, ik weet dat ik vroeger altijd mijn 13e in vriendenboekjes van vriendinnen schreef dat ik moeder wilde worden. Dus daar heb ik nooit aan getwijfeld en ik wil het nog steeds met alle liefde. En ik hoop ook zeker dat het ons is gegund. Maar ik twijfel wel of het me lukt. Het is nu nog te gevaarlijk om het te gaan proberen. Omdat, ja, weet je, alles is nog herstellend. Mijn lichaam ook nog. Die heeft zo'n opdonder gekregen. Dus ik hoop het. En anders, ja, weet je, het leven loopt zoals het loopt. Joh, dan ga ik een kind voor je baren. Ja?
Ja. Nooit dat doen voor mij. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Dat was hem. Okay. Hou jij eigenlijk van soft ijs of van waterijs? Soft ijs vind ik lekker. Ja? Want dan heb je McFlurry. En